Goedemorgen, motherfuckers! Nee, we zijn er hier op vakantie. Mag je afvragen wat voor bijzonder warme, gezellige plek ben je? Hè? Is het zo weer in Nederland? Nou, nee. Want we zijn in Albanië. Gorgonzola. Wat? Wat? Introducing Quinten. Hi. Introducing Paul. Introducing Yard. Introducing Peter. Hallo. Jongens, jullie kijken toch altijd Expeditie? Ja, het is toch jouw favoriete programma? Ik haal het. Ik haal het. Wie heeft van de laatste Expeditie afleveringen 5 gezien? Ik en mijn moeder ook. We gaan beginnen, Expeditie aflevering 7 of 8. Oh, regen! Dikke pees! Wie zou Nicolette doen? Ik denk alleen maar aan Sita. Sita van Jetix? Ik ben een christelijke man en ik ben loyaal. Hoe verschrikkelijk is dan eenzaamheid in een maatschappij? Hij is fucked up, joh. Hij is echt... Ik ben rijk, we love you. Voor de mensen die dit nooit kijken, ik zit op een eiland met allemaal mensen en er is één vrouw, Mariana, die op mij lijkt en die loopt me de hele tijd te naaien. Alles voor je gaan doen en heb ik geen zin in. Dit is wel een aparte move, hè? Dit was wel even een verrassende... Wendy. Zie je spoken of zo? Wat lachen jullie? Ik ben gewoon. Dit is gewoon een verrassende Wendy. Wendy. Ik was een visdraad. Die moest ik zo voelen. Vind je dan die Mariana ook meteen echt kut? Nee. Nee? Nee, maar het is het spel. Het is het spel. Ik vind het wel echt een. Kan je het niet zeggen? Ik ben weg hier. Ik ben weg hier. Liep dit er alsjeblieft uit. Dit moet er echt. Dit kan er echt niet. Dit kan je niet zeggen. Nou, sorry. Eentje daarvan, want zij hebben gewoon op jou gestemd, hè? Ja, wij hebben op elkaar gestemd. Vuile werk mogen zij vooral doen. En ik ga gewoon lekker chillen, man. Dan gaan zij twee, wat mij betreft, als eerste uit. Dance, my puppets, dance. Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Maar zij speelt het spel gewoon fucking goed. Nee, helemaal niet. Nee. Het is gewoon... Het is gewoon dom. Een... Oké. Okay. Wow! Nee, bij hem vind ik het al mee voor alles hij zegt. Doe het nog eens. Ik vind haar echt een. Ja. Nee, ik vind het wel mee voor alles. Paul, jij eens? Ik vind haar een. Ja! Jezus, gadverdamme. Zeg het, doe even normaal. Was je mond. Ik dacht eigenlijk dat iedereen dat in Expeditie had, dus dat geen eten en zo weinig energie. Ik loop echt om 80-jarige. Nee, als ik jou zie, dan denk ik inderdaad of ik een krakkemikkig ziek mannetje. Ja, ik vroeg me ook echt af, hoe de fuck doen jullie zoveel proeven dan... Ik kan amper praten. Te weinig energie om mij te eten. Hij praat alsof hij gedronken heeft, zo. Hij praat. Kan niet met zijn broer naar dit programma. Ik ben maar ook gewoon, moet je voorstellen dat er al twee andere sukkels naar huis zijn gegaan. En het Rijk zit daar gewoon, ik ga bijna dood. Ja, maar echt. Hij doet helemaal niks door, strijden, hè. Strijden. Ik heb nu één doel. En dat is om Rijk gewoon erbovenop te helpen. Ah, heel lief hoor. Dat was even hoofdstuk Rijk, hij is helemaal alleen. Rijk in één woord. Arme stakker. Dat zijn... Eén woord! Zielig. Dun. Bottig. Bottig. The fuck? Wat zei jij aan? Dat is wel goed. Bottig is wel... Sterk. Bottig. Hey, dan gaat er nog iemand vrijwillig naar huis, want hij kan het niet aan. Wat is er? Ik ga jullie verlaten. Nu? Fuck. Wat? Nee. Ja, ik merk gewoon... Ik druk zo op jullie qua vibe en sfeer. Nee, dat ben ik echt niet. Nee. Ja, het is jullie schuld. Jullie zijn te blij. Dit voelt zo erg alsof hij gewoon een afspraak had waar hij bij wou zijn. Ja, fuck. Ik zit er nog steeds in. Het is ook gewoon emotioneel helemaal niet. Het lijkt helemaal niet echt. Zo. Ja, hij zegt het echt jongens, zo van. Nee. Jammer. Ik ga. En ik wil naar mijn meisje, ik wil naar mijn vader, ik wil gewoon naar mijn leven. Ja, maar heb je niet het gevoel, ook al begrijp je, heb je niet het gevoel dat je toch even doorzet? Het is een spel. Het is een spel. Ja, maar ik kan het me ook niet voorstellen dat je stopt. Nee, precies, want jij mist natuurlijk ook iedereen. En het was fucked up, boys. Jullie zijn stoer, zeggen altijd, het is een kutprogramma, doe gewoon, ik zie jou wel daar, maat. Gast, na twee dagen. Keihard gewonnen. Na twee dagen zeg je al, ik wil kip. Ik zag van die challenges, ik dacht, jongens, heb je nog een conditie of zo? Waar is de kartenkool? De enige die echt het spel speelde was Hugo. Quinten, dit vind jij het leukst, de proef. Eindelijk. Ik wil gewoon winnen. Dat is easy. Dan hoef je niet meer het hele gezicht. Of course wil je winnen! Kat! Nee, ik wil verliezen! Hoe ben jij niks negatief? Dit is al de derde aanloopshot! Vierde, vijfde aanloop. Je moet tussendoor nog even naar de keuken kunnen. Je moet even lekker. Nog een voice-over! Laat ons gewoon dit kijken, pik! Kamp Zuid, zoals jullie zien. Er is één man weg. Ja, waar is Frank? Frank heeft opgegeven. De expeditie was blijkbaar te zwaar voor hem. Nee! Frank!
Ja, Thomas Bergplein. Hij wist het al. En let wel goed op. Met die samensmelting die steeds dichterbij komt, verwacht ik van jullie dat jullie alles geven. Als je dat nooit hebt gezien en je hoort samensmelting, ik heb het nooit begrepen. Alle BN'ers worden in een hele grote kop in het hete pot gestopt. Ja, heel vies worden. Jullie gaan zo meteen lekker bij de samensmelting. Daar ga ik de samensmelting halen. Gezellig bij de samensmelting. Jullie gaan tikkertje spelen. Wow, zo heftig. Zo leem. Denk ook op het schoolplein. Ik denk dat het slim is als Calvijn meedoet. Calvijn is een kalf, weet je? Dus dat moet. Ik durf. Wat? Weet je, ik moet snap dit. Wel meedoen of niet meedoen? Maar dit doet hij toch alleen maar omdat hij net met Fien heeft besproken van dat jij al werk moet gaan doen? Waarom zit hij dan nu schijnbaar uit? Ja, I don't know. Calvijn is een kalf. Ik snap wat het. Wat betekent een kalf? Of het is gewoon een hele slechte woordgrap. Dat kan ook. Oh, ja, kalf. Oh ja, kalf. Fijn. Jezus. Jezus. We hebben niet opgejaagd worden als een soort stuk vee in een bak. Een kalf. Echt mijn beste kwaliteit is. Dus ik besloot. Ik had gewoon geen zin. Maar hoezo laat je een oude man je werk doen? Ja, ik had gewoon geen zin. Nou, kijk, en ik heb al 6 proeven met Tim gedaan. Die gast is niet normaal. En ik is dacht. Maar hoezo is het niet normaal? Wat doet hij dan? Alleen maar door, joh. Wat doet hij zijn vrije tijd? Maar, als je hem shirtless ziet, als je, is best wel een beest, hè? Hij is echt een beest, hoor. Wat doet hij dan? Hij race Dakar. Ja, maar dan zit je. Yo, jij bent. Heb jij, dat is topsport. Ja, je moet het echt voor de grap. Jij bent de ene, fucking, moet je fucking gespierd voor zijn. En kom op, zet hem erop. Goed zo. Ja, kijk eens! Kijk eens! Kijk eens! Kom op! Kom op! Dit is het laatste stukje. Dit is het. Hij lijkt dat het hier een dag is. Ja. Waar, zo kan fresh. Dat? Zo fresh. Ja. Dat komt een haartje strak, tandjes wit. Let's go. Hij heeft geen baardgroen. Hij is nog steeds een kindster gewoon. Hij wou alleen meedoen als hij elke dag geschoren. Hij deed Expeditie Robinson Plus. Dat wij ook gewoon allemaal een grap proberen te maken. Hij deed dit. Nee, dat gewoon. Deed alleen mee. Ik heb nog niks gezegd. Hij is gewoon verzorgd. Nou, oké. Kom op, Tim. Eén keertje. Jij was zo blij. Ik zag jij gewoon staan zo. Ja, kom op, jongen. En het is echt serieus 49 graden hier. Kom op, alsjeblieft. Bam, jongen. Oh, oh. Ja. Ja. En het staat echt. Ik was tering blij, want ik dacht, ja, kijk, als nu Tim dood was neergevallen als oude man, dan was het gewoon mijn schuld geweest. Dat is waar, hè? Ik dacht, dan heb ik quasi schuld. Hij wilde dat jij ging, toch? Hij stelde zich voor. Ik denk dat het slim is als Calvijn meedoet. Wat? Zijn schuld. Uiteindelijk verliest ons team de hele proef. Oh, echt? Verliest. Ja. Huh? Huh? Ja, want er komt nog een ronde en dan is 2-1 en hebben we verloren. Oh. Omdat Mariana een 800 jaar oude vrouw is die niet kan lopen. Het meest kut is ook, dan heb je eigenlijk gewoon ook niks anders gedaan. Je net zou kunnen zeggen, jongens, pak hem maar. Ik heb sowieso niks gedaan, hè. Jij hebt een Waarom is de kou heel gefocust op mijn hoofd? Wel echt het kleinste hoofdje in het scherm. Hij focust op het lelijkst. Maar dan ga je niet met deze mensen in zee? Nee. Wauw, oké. Dan weet ik niet hoeveel kans er is aan de andere kant. Ik denk dat je erover na moet denken. Zij is zo'n manipulator. Ja, zij is wel die heftig, hè. Zij is wel gewoon die zegt, oké, ik weet genoeg. Oké, ik onthoud het. Well, yeah. Alright, oké. Tim en Tom. Allianz direct. Tim en Tom, Storonel, Tim en Tom, rijden door de woestijn. Kijk, want met Marianne zijn we met 3 en we hebben nog allemaal een extra stem, maar kunnen we haar vertrouwen? Ja, precies, nee. Precies. Dat is de vraag, hè? Nee. Dat is de spanningsboog van deze aflevering. Kun je Marianne vertrouwen? Maar kun je haar vertrouwen? Dat is de question. Maar als je die vraag stelt, dan weet je het antwoord toch al? Nee. Wat is het antwoord? Nee. Oké. Okay. Ja. Als iemand zegt, je kan me vertrouwen, dan kan je eigenlijk al niet vertrouwen. Hé, Paul, je kan me vertrouwen. Vertrouwen. Oh, jongens. Vertrouw je allemaal niet. Jezus. Was je teleurgesteld in de groep? Nee, ik snap het wel. Hey, nu lijkt het echt alsof Calvin in het midden staat met die rode trui. Kijk dan! Dat is toch gewoon Calvin? Ik zit in het Calvin is er niet. Je wordt gepest. Calvin. Ik heb het idee dat jij er een beetje doorheen fladdert. Als een soort vlinder. Door de proeven. Door de eilandraden. Maar kijk, door zo'n interactie heeft iedereen iets van... wacht maar, flikkertje. Dus in principe, dit doe je toch niet goed als kandidaat. Wat? Maar kijk, Kai die vierde, die zegt, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, ik voel me helemaal in mijn element. Want dan denkt iedereen natuurlijk, wacht maar. Dat is toch wel echt... Ja, maar je kan al niet meer half nadenken. Nee, ik weet het. Het komt door Kai. Kai heeft je letterlijk verneukt. Niet dat ik dat van tevoren bedenk, maar af en toe denk ik wel, hé, daar zit een gaatje. Dat denk ik ook wel. Zit, hè? Hey!
dubbel. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ik denk dat het wel goed komt. Even een kleine broerte, een hele kleine. Ik hoop dat je dit ziet als een enorm compliment, want ik vind jou al een tijdje een van de allersterkste spelers in dit spel. Dus ik stem op jou, maar het is ontzettend goed bedoeld. Even full force man op Calvijn, voor het eerst maar gewoon... Maar het is een compliment, hè? Ja, oké. Vergeet dat niet. Quince, zeg jij even iets kuts? Zo. En nou, ik zou het wel doen. Maar je ziet het niet. Oeh. Oh, dat doen ze. Quasi. Zodat het een beetje spannend blijft. Maar je had toen helemaal geen bondje. Dat was gewoon helemaal niks. Jawel, ik had dat met Tim en Mariana. Kijk, dit, nu is de kwestie. Je hebt zeg maar die onderste. Maar je was met Mariana het bondje? Ja, maar ik kon niet anders. Wel. Ik moest wel. Het was powerful. Want die andere drie die zaten al 20 dagen met elkaar op een eiland. Ze heeft je behekst, man. De eerste stem. Calvijn. Ah nee! Godver! Oh, maar Kel, jij dacht echt dat je eruit ging hier. Ik dacht wel, what the fuck? Calvijn. Oh! Dit waren sowieso alle stemmen. Dit was het. Calvijn. Calvijn. Akwasi. Akwasi. Ook voor Akwasi. 3 voor Calvijn. 3 voor Akwasi. Er zijn extra stemmen ingezet. De 7e stem. Akwasi. Oh. Hé, wie is nu de kalf? Bitch! Akwasi, dit is niet leuk. Gelukkig voor jou. Kan het zo zijn dat je morgen gewoon aan het begin staat van de samensmelting? Hoezo dat? Volgende week. Je weet niet wat er op het andere eiland is gebeurd, snap je? Ik heb het idee dat die drie meiden dat die heel erg close zijn en dat een soort van dingetje is. De afspraak is dus dat we niet op elkaar stemmen. Ja. Het slimste is om Calvijn het eerst uit te halen. Oeh, wie zei dat? Wie zei dat? Het slimste is om Calvijn als eerste uit te halen. What did I do to you? You are too strong for them. You're too strong. Eva Koreman zei dat. Eva Koreman. Jij zit nou alleen met chicks nog. Wat vond je ervan? Ik ben blij dat je er heel veel doorheen hebt geskipt. En anders had ik het niet volgehouden. Meid. Jart, wil je nog wat zeggen? Groetjes aan je moeder. Onze papi vooral. Ja. Nou, fuck je lekker, man. Je hebt geen eens een challenge gedaan. Je hebt gewoon kaart gechilled. Je wordt er bijna uitgestemd. Save your... Die worst ligt hier. Sterf! Doei! Lekker! Groetjes uit Boerengroeien.